Voor je een nieuwbouw opent, dient er eerst gesloopt te worden. Op 24 september was het eerste café De Linde in handel. Op 16 januari 2013 was de opening van basisschool De Havelt. En op 14 februari 2014 startte de sloop van de oude school. De bouw werd voortvarend aangepakt en het comité dat belast was met de inrichting was al volop bezig. Inmiddels staat er een prachtig gebouw dat op 10 april officieel werd geopend. Hans Wijmans, voorzitter van de Bron, ontving de gasten en vertelde over de voortgang van de bouw. Alleen maar dank past hier. Het is gewoon prachtig en het is ook buitengewoon om hier te kunnen staan. Het begon allemaal zo'n 10 jaar geleden. En er kwam koren op de molen. Ik bespaar jullie het hele verhaal wat erachter zit, maar er kwam vooral koren op de molen. Toen wethouder Van Dijk, een van de voorgangers van wethouder Jan Bevers, eigenlijk met het idee kwam, waarom gaan jullie niet samen met de school iets bouwen? Nou, daarmee hebben we wel iets op de hals gehaald, want daarmee is een heel complexe tijd aangebroken om dat dan allemaal gerealiseerd te krijgen. Een gebouw dat niet alleen positieve kritiek krijgt, want dat is heel erg opvallend, dat we eigenlijk geen enkele negatieve reactie krijgen van mensen. Van wat hebben jullie nou toch neergezet? Of hoe haal je het in je hoofd? Of hoe heeft de gemeente dit kunnen doen? Enzovoorts. Hè? Nee, bijna iedereen is heel positief erover. Nou ja, iedereen doet het met veel plezier, maar we prijzen ons ook gelukkig dat we... Dat we met z'n allen misschien maar één keer in ons leven de kans krijgen om een gemeentehuis, of gemeentehuis, dat misschien nog wel, maar een gemeenschapshuis of een dorpshuis mee te bouwen. Het is soms te veel van het goede, dat kan ik wel zeggen. Nog even een kleine toevoeging. Alle dames die u vanmiddag ziet rondlopen zijn geen vrijwilligers van de Bron, ik zeg het er maar even bij, maar zijn gewoon professionele horecamedewerkers van de plaatselijke horeca. Waarmee we denk ik ook meteen aangeven dat we met de plaatselijke horeca uitstekend samenwerken en ook voldoende uitruil weten en willen realiseren en ook kunnen realiseren. En omgekeerd, wij maken nu gebruik van de plaatselijke horeca, omgekeerd kunnen de horeca-exploitanten ook weer gebruik maken van deze accommodatie. Vul zelf maar in voor feesten, koffietafels, etc. Dat gebeurt eigenlijk ook al. Vervolgens was het woord aan Paul Bouw van architectenbureau De Loods, die verantwoordelijk waren voor het ontwerp. Van gebouwen van een aantal langgevelboerderijen, als het ware, die zich hier naadloos voegt in het handelse centrum, alsof ze er altijd al zijn geweest. Dat is onze insteek geweest bij het ontwerp van dit gebouw. Volumes die bedekt zijn met een pannendak, stoere, robuuste materialen, maar tegelijkertijd wel eigentijds, dus met we hebben betonnen hoekramen bij de school om maar een voorbeeld te nemen. En ook denk gewoon aan de nieuwste installatietechniek die is toegepast. En het materiaalgebruik wat we hebben gehanteerd. Dus eigenlijk die mix van enerzijds klassiek en tegelijkertijd eigentijds, modern, maar toch vertrouwd. Het is een grote eer om dit mooie gebouw te mogen openen. En dat wil ik dan bij deze doen. Door een hopelijk simpele openinghandeling. In de mortel had ik dat slechte gevolg bij. Goed, hierbij wil ik de Bron en mijn vader Bron officieel openen. Een wand van foto's met handelse ingezetenen die symboliseert dat de Bron voor iedereen toegankelijk is. Natuurlijk was ook de geestelijke overheid aanwezig om het gebouw mee in te zegenen. En ik zou dat graag willen burgemeester Van Zomert voor het bestuur van de Bron, basisschool De Havelt en Philips nog een verrassing in petto. De totstandkoming van de multifunctionele accommodatie MFA in handel een aansprekend en succesvol voorbeeld is van burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid. Dat de school De Havelt, Geert Slits, Jolanda Kuipers, Karin Segers, Fides, Sandra Pennings en het bestuur van de Bron, Hans Wijmans, Pierre IJsselstein, Bart-Jan Veenhof, Connie van den Broek, Lisbeth Hendricks, Ronald Kuipers, Twan Pennings en Teun Verkuijlen op een voortreffelijke wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe MFA, de Bron, op handel. Dat de bewoners van handel en de ouders van kinderen van de school periodiek op de hoogte zijn gehouden van de voortgang van het proces, waardoor gezorgd is voor een draagvlak bij de gebruikers en bewoners van handel. Dat het team, zoals hierboven genoemd, tijdens de ontwikkeling van de MFA goed heeft samengewerkt, hierbij heel veel positiviteit heeft uitgestraald. De inrichting van de nieuwe Bron is door het bestuur goeddeels zelf ter hand genomen en afgestemd met de architect.
Dit is op een doelmatige, voorbeeldige wijze uitgevoerd met inbreng van eigen budget als ultieme vorm van zelfwerkzaamheid en burgerparticipatie. Dat het bestuur van de Bron en een vertegenwoordiging van de Havelt en Fidesz naar de mening van burgemeester en wethouders in aanmerking komen voor de gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel. En als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de in gezamenlijk verband tot stand gebrachte multifunctionele accommodatie de Bron, een nieuw dorpshuis voor de kernhandel en haar inwoners.